grootste Nederlandstalige festival van ons land. Met meer dan 100 artiesten op 9 verschillende podia. En wij gaan nergens meer heen, want we zijn nog lang niet klaar. En qua muziek is er voor ieder wat wils. Pop, rock, dance, hip-hop. We komen uit de Denver. En natuurlijk... Ouddorp. Dit keer met ook de hele familie Roelvink. Ja, dat vinden we alle drie fantastisch natuurlijk. Dave zit momenteel ook in het buitenland. En Don en ik, ja, voor Don is het de eerste keer dat hij bij Dutch Valley is. Ik ben er nog nooit geweest, maar dit jaar sta ik er met mijn broer en mijn vader. Ja, dat vind ik superleuk, ja. Familieuitje zo. Zeker weten. Dit gebeurt zelden, dat we met z'n drieën op één locatie worden geboekt. Ja, dat is alleen maar leuk. Het is een soort familietripje ook gewoon, weet je. Ja, dit is het. Zullen we maar zeggen, een droom. Gaan jullie nog wat met z'n drieën daar doen ook echt? Nou, in principe gaat Dave draaien. Mijn vader gaat zingen. Ik ben daar voor de meet and greet. Donnie heeft een beetje de looks en die gaat daar heel veel fotomomenten krijgen. Ik heb wel op wachten. Hoe is dat voor jou om nu in één keer zo in de spotlight te staan? Ja, dat is gek, weet je. Normaal gesproken dan kom je op een feestje gewoon om te feesten. En ja, nu word je uitgenodigd door iemand en ze willen dat je echt daadwerkelijk komt. En mensen willen met je op de foto, willen met je praten. Iedereen die op de foto wil met Donnie, die ga daarheen. Ja, zeker weten. Kom gezellig langs, zou ik zeggen. Voor welke mensen ga je zelf? Lange Frans, Ali B. Zeker wil gaan zien, dat is ook mijn grote vriend, dat is Tino Martin. En ik denk als die daar op het podium verschijnt, dat de boel ontploft. Maar ik ben erg gek op hip-hop en rap, dus ja, naar SFB. Ja, SF en Alias. Die heeft een muzieksmaak, van wie die het heeft, weet ik niet. Dit is van mij. Als dat geen groot feest wordt op 19 augustus in Spaarnwoude, dan weet ik het niet meer. Aan de familie Roelvink ligt het in elk geval niet. Het is de...